Wat vind ik van The Passion of the Christ? Nou, een beetje een gemengd gevoel. Ik vind het aan de ene kant ontzettend goed dat het gebeurt. Want het is net als vroeger had je volksspelen in de middeleeuwen, waarbij bijbelverhalen werden uitgebeeld voor mensen die er amper van op de hoogte waren. Dus door dit jaarlijkse evenement komt het verhaal van het lijden van Jezus weer helemaal voor het voetlicht. En op een hele goede manier, op een moderne manier, op een aansprekende manier. Dus fantastisch. En tegelijk denk ik dat het ingewikkeld is. Ik zou een heel boek kunnen vertellen over dat verhaal, zou ik natuurlijk ook heel graag willen doen, maar dat gaat niet. Maar ik denk dat het geheim van het verhaal toch nog net ietsje verder gaat dan dat ooit in een spel af te beelden is. En soms ben ik een beetje bang dat het een spektakel wordt waar het geheim dan wat uit wegraakt. En dat vind ik dan weer jammer.